Basics is een toonaangevende Belgische groep in de bouw, vastgoedontwikkeling en concessies die projecten van diverse schaalgrootte en complexiteit realiseert. Van de ontwerpfase via de bouwfase tot en met het onderhoud, het beheer en de financiering. De 12.000 werknemers van de groep zijn actief in Europa, Noord- en Centraal-Afrika, het Midden-Oosten, Canada en Australië. Een belangrijk deel van de omzet wordt gerealiseerd in België, Nederland en Frankrijk. In België heeft de groep diverse werkmaatschappijen. De doelstelling van Basics: excelleren in het creëren van duurzame oplossingen voor een betere wereld. De Industriële Adviesraad van het Departement Chemische Ingenieurstechnieken of CIT aan de KU Leuven bestaat uit topmensen uit de Belgische chemische industrie. Zij geven strategisch advies aan het departement over onderwijs en onderzoek. Tot de adviesraad behoren toplui van de federatie Essentia, BASF, Bayer Crop Design, Covestro, Dilcoma, Evonik, ExxonMobil, Febeliac, Indaver, Ineos, Janssen Pharmaceutica, Proviron, Solvay en Umicore. Hexagon staat aan de top in digitale realiteitsoplossingen. Het bedrijf combineert sensor, software en autonome technologieën. Het R&D-centrum in Leuven ontwikkelt innovatieve software voor het visualiseren, analyseren en beheren van geospatiale data, zoals satellietbeelden, real-time lucht- en scheepvaartverkeer, weerdata en 3D-modellen van gebouwen en steden. Door het combineren van state-of-the-art software en computer graphics kunnen klanten zoals Airbus, Lufthansa Systems of BASF grote hoeveelheden data in real-time omzetten in visuele analyses. De software wordt ook ingezet voor het realiseren van smart cities met behulp van een zogenaamde digital twin. Met sensoren van Hexagon wordt een volledig digitale versie van een stad in 3D gecreëerd die op een interactieve manier kan ingezet worden om beslissingen te nemen. Wereldwijd werken meer dan 21.000 mensen voor Hexagon, verspreid over 50 landen. IMEC is een toonaangevende onderzoeks- en innovatiehub op het vlak van nano-elektronica en digitale technologie. Het high-tech centrum combineert vooruitstrevend onderzoek in microchiptechnologie met software- en ICT-expertise voor grensverleggende vernieuwingen in toepassingsdomeinen zoals gezondheidszorg, slimme steden en mobiliteit, logistiek, industrie 5.0 en energie. IMEC beschikt over een unieke infrastructuur en een lokaal en internationaal ecosysteem van partners, zowel bedrijven, start-ups als universiteiten. Wereldwijd, met Vlaanderen als zwaartepunt, werken er meer dan 5000 medewerkers en topwetenschappers uit een honderdtal landen. IMEC heeft zijn hoofdzetel in Leuven en R&D-groepen die verspreid zijn over een aantal Vlaamse universiteiten, in Nederland en de Verenigde Staten en vertegenwoordiging in China, India, Japan en Taiwan. Materialize is pionier in additive manufacturing. Additive manufacturing is een verzamelnaam voor technieken waarmee een voorwerp laag per laag wordt opgebouwd, vertrekkend van een 3D-computermodel. In het hoofdkwartier in Leuven heeft Materialize niet alleen de grootste productiecapaciteit qua additive manufacturing, maar ook een van de grootste teams in de industrie die innovatieve en hoogkwalitatieve software ontwikkelen. Materialize is ook een van de drijvende krachten in de gepersonaliseerde gezondheidszorg en biedt patiënten wereldwijd nieuwe mogelijkheden aan. OneSpan biedt oplossingen aan voor online authenticatie van gebruikers en transacties met toepassingen in onder andere e-banking, e-health en e-government. Het productgamma van OneSpan omvat zowel hardware- als softwareoplossingen en diensten die zich focussen op gebruikersidentificatie en authenticatie, elektronische en digitale handtekeningen en beveiliging van mobiele apps. OneSpan heeft zijn operationeel hoofdkantoor in België en telt ongeveer 800 werknemers. Daarnaast stelt het bedrijf in zijn offshore productielijn nog eens een 2500 mensen te werk. Siemens Industry Software is een ingenieurs- en vernieuwingspartner die verder bouwt op de activiteiten van de voormalige KU Leuven spin-off LMS International. Dit bedrijf helpt zijn klanten in onder andere de automobiel- en ruimtevaartindustrie
om efficiënter te zijn bij het ontwikkelen van hun producten die al maar complexer worden. Siemens Industry Software richt zich op het analyseren van multifysisch gedrag en op de optimalisatie van prestatievereisten van producten die intelligente systemen kunnen bevatten. Hiervoor heeft Siemens Industry Software het SimCenter-portfolio ontwikkeld. SimCenter combineert de meest geavanceerde simulatie- en testtechnologieën met databeheer dat de hele productlevenscyclus beslaat. Zo kan SimCenter klanten helpen om een digital twin of digitale replica te bouwen van het product. En kan de klant er op elk moment zeker van zijn dat zijn product zich gedraagt zoals hij het wil, van bij het begin van het design tot als het al in gebruik is.